Good morning. Wij zijn net heerlijk wakker geworden. Ik heb lekker gedoucht en me even aangekleed. Het is nu 9 uur. En we gaan zo richting Collingwood rijden. Ja, doe maar. En dan gaan we dus naar de volgende plek. Ik ga nu nog even ontbijten. Oh, dat is niet zo zwaar. Ik voel hem. Oh, we moeten het echt in fase. Oh, ik voel het echt in fase. Het moet echt in fase. Ik heb hem. Hij moet echt in fase. Oh, wat een lucht. Oh, sorry. Gaan we op naar de volgende bestemming, naar Collingwood. Het is toch ook ideaal dat je gewoon, als je honger krijgt, dan pak je gewoon even wat te eten terwijl je aan het rijden bent. Gaaf is deze weg. Hij gaat daar in de verte, zie je dat hij helemaal omhoog gaat. Oh, dat zie je niet meer. Dit lijkt net met Moab dat je ze in de verte omhoog ziet rijden. Kijk, daar zie je het weer. Kijk, dit vind ik nou gewoon gaaf van buiten, met die weg naar boven. Kikken. Een tussenstop gemaakt nu bij Hawks Falls. Dan gaan we nu even een stukje lopen en als het goed is zijn er ook ergens watervallen. Dus dan gaan we even naartoe lopen. En dan gaan we daarna weer door met de roadtrip. En nu gaan we weer omhoog. Hoe vet? Ken die wel hoor. En de volgende. Hoppa. Zo. We zijn op de tweede camping aangekomen. Deze is even iets minder luxe dan de vorige, want we hebben bij onze plek geen stroom en water. Maar verder hebben we gelukkig wel gewoon een toiletgebouwtje en een douchegebouw, dus dat is gewoon allemaal prima. En we zijn ons nu aan het settelen. Zij rijden nu al naar de plek en daarna gaan Luc en ik er ook naartoe rijden. De camper is nu neergezet. En dan hebben we zo in het midden ons eigen plekje. Ik heb me eventjes opgefrist en nu gaan we zo eten bij, waar gaan we eten? Jij ziet er leuk uit. Dankjewel, waar gaan we eten? Deze in de Pullman. Ja, waar gaan we eten? In Collingwood. We gaan eten in Collingwood. Wij lopen nu door Collingwood en we gaan nu richting het water om ergens daar even een plekje uit te zoeken waar we kunnen eten. In Collingwood was er niet echt restaurantjes waar plek was en sowieso niet veel restaurantjes, maar nergens was plek. Dus nu zijn we naar Blue Mountain gereden en gaan we kijken of er daar plek is om te eten. Ja, dat is skigebied. Nu momenteel natuurlijk niet, maar Luke die loopt wel gewoon in zijn skijas. Dus die hoort er helemaal bij. Kijk, daar kun je de skiliften zien die omhoog en omlaag gaan. Normaal ligt hier dus overal sneeuw. Oh, we hebben eindelijk eten. Zo'n land in een of andere kippen op. Maar goed. Het hoofdgerecht. Ik had garnalentaco's. En ik ga met Luc delen. En we zijn weer terug op de camping. Het is pikken donker. En dan staan we hier met drie campers in een driehoekje. Alleen bij ons staat het lichtje uit, maar... helemaal leuk. Wij gaan lekker slapen. Luc die ligt er lekker te slapen. Of nou ja, onder het Canada deken in bed. En morgen gaan we hiken. Kleine hike.
En vandaag hebben we ook een klein hike gedaan in een best hike outfit ever. Dus ik moet morgen wel sportkleding aantrekken. Die hike is in Blue Mountain. En dan gaan we daarna waarschijnlijk ook even wat eten. En in de avond gaan we daar ook een lichtshow kijken. Dus dat staat er voor morgen op de planning.